Eeuwig, eeuwig, eeuwig. Zolang ik hier ben, weet ik, is dat dat. Toen kwam ik hier, zeg ze dat. Ben je helemaal gek? Buiken naar buiken. Ik ben toch geen vent? Moeder heeft veel meegemaakt. Ze heeft zelf in de psychiatrische verpleging gewerkt. Ja, gelukkig wel. Ja, ik ken het wel. Ja. Ja. Morgen kan ik al eens slapen, maar dan is het afgelopen. Moet je werken? Ja. Ja, Roda. Roda? Dat zeg ze niet toe, hè. Waar is mama? Vrijwilligerswerk. Ja, maar je wilt het wel doen. Je wilt het wel doen. Ja, ja. Kijk, de zon staat aan de reetkomst. Ja. Voor de zon staat ook. Ja, joh. 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 Een foto van voetbal gemaakt. Ietsje van u, een ietsje geleden. Ik had het niet eigenlijk. Ik had een Syrië-Russie met de Nederlander. De Nederlander zei, ik hou van voetbal. En de Syriërs zei, ik ben te hoog. Ik kijk naar blote mannenbenen. Dat is mooi. Ja, misschien nog even een foto. Wel veranderd, hè? Sommigen denken als de sharia hier wordt ingevoerd, dat het dan ook veiliger wordt. Genetische wetgeving. Ja. Nu krijgen criminelen vaak hele lichte straffen. Nee, Appelmarkt, waar ook die voedselbank is. En dat kost me wel, dat wel goed. Ja, we komen vaak langs en zie ik ze staan. En dan zie je mensen voor de voedselbank die roken en die liefste telefoons hebben. Dat krijg ik niet. Eten gaat toch voor en doe de telefoon. Wanneer kan ik weer naar huis? Zodat je zelf kan lopen en zelf naar de wc gaat, maar dat niemand je hoeft te helpen. Kan jij gewoon lopen? Kan jij nu opstaan en lopen? Ja, maar overal zijn die vooral ja, ze zitten nu nog. Ik zit er. En ik kijk en ik kan wel praten met die meisjes die van Nederland hier naar hier gaan. En dan kan je een beetje, maar dan komt dat kring, dat gesnijd en dan zeg je, ik zeg, get up. Zeg, als je niet gaat, geef ik je een schop in je kont. Schop in de kont is gezond, maar. Was een van die Ja, dat wat erbij met